vanavond in Wakon op People TV. Thaibox Gala Bloed, Zweet en Tranen 3, vrijdag in de Anthony Nesty Sporthal. Illegale reclameborden en of bekendmakingen op wegmeubilair moeten zo spoedig mogelijk verwijderd worden, zegt OWTNC. Wielrenner Jair Tjonenfa, sportman van het jaar. En atlete Sunaina Wahi, sportvrouw van het jaar 2017. Begrotingsbehandeling 2018 verdaagd naar tweede week januari 2018. Regering nog niet rond met nota van wijziging. En in ons buitenlands item, de wereld roept Amerika op om beslissing over Jeruzalem terug te draaien. 128 stemmen voor en 9 tegen in bijzondere algemene vergadering van de Verenigde Naties. En Braziliaanse topvoetballer Kaká stopt binnenkort.